Ja, vandaag hier Han ten Broeke, nummer 9 op de lijst van de VVD. Vanavond hadden we ook eigenlijk even het verhaal over de vluchtelingen. Hè. U gaf ook aan, Turkije bijvoorbeeld is getraumatiseerd. Kunt u daar nog iets dieper op ingaan wat u aangaf? Nou, wat ik heb gezegd is, als je nou Turkije heeft in 50 jaar, hebben ze 5 keer een militaire coup meegemaakt. Dat land is daardoor getraumatiseerd geraakt. En neem dan de beschaving die wij hier met z'n allen hebben opgebouwd, waar we trots op moeten zijn, die daar schril tegen afsteekt. We zijn een land waar we al 300 jaar een vorm van lokaal parlementair bestuur kennen. Waar we al 200 jaar een grondwet hebben en nog nooit één staatsgreep hebben gehad. Niemand, maar dan ook helemaal niemand, hoeft ons een lesje te leren over de democratie. En de Turken zijn wel eens een beetje de laatste die dat moeten doen. Nederland, wat dat betreft, mogen we inderdaad niet mopperen. En we leven hier daar ook in wilde. Het gaat eigenlijk even om een ander punt. Dat was ook Syrië. Wordt ook vaak gezegd van, nou, men moet eigenlijk de vluchtelingen opvangen in de regio. Maar hoe moet je dat doen op dit moment als je naar de beelden kijkt? Dat is heel goed te doen. Dat hebben we ook in toenemende mate. Ik ben bijvoorbeeld in Libanon geweest. Daar gebeurt dat. Maar het gebeurt ook in Irak. Het gebeurt in Jordanië. En het gebeurt ook inderdaad in Turkije. Turkije vangt bijna 3 miljoen vluchtelingen op. Daarvan zit maar slechts een klein gedeelte in de kampen. Daarom heeft Turkije ook wat meer nodig geld. Maar dat geld krijgen zij niet. Dat gaan we naar internationale organisaties die dat goed kunnen doen. De UNHCR bijvoorbeeld doet daar goed werk. En Nederland zit ook in de top 15 van landen die doneert. Bijvoorbeeld via u en mij als we naar Giro 555 iets overmaken. Maar ook via de regering, noodhulp, mevrouw Ploemen. En ook nog eens een keer via onze bijdrage aan internationale VN-organisaties zoals de UNHCR. Het is heel goed mogelijk. Het is ook wat de Syriërs het liefst zelf zouden willen. En de ironie en eigenlijk de schande is dat het zo slecht gebeurt in een mede-EU-lidstaat Griekenland. Daar zou het natuurlijk veel beter moeten. En daar zijn heel veel mensen naartoe gegaan om dat mogelijk te maken. En er is ook heel veel geld. Recent nog eens een keertje weer extra geld. Dat mogen we niet accepteren. Die Turkije-deal is heel succesvol. 95% afname van aantallen vluchtelingen. En vooral ook, misschien wel het allerbelangrijkste, bijna geen drenkelingen meer. In de maand januari hadden we 1 drenkeling. Dat is nog altijd 1 te veel. Maar de maand januari vorig jaar, 227 mensen die het leven verloren omdat ze een gammel bootje gingen zitten. Ook dat is het effect van deze deal, dat die humanitaire omstandigheden op die route zo zijn verbeterd. Als je nu kijkt naar de problemen met Erdogan, wanneer klapt de deal, denkt u? Ja, dat is de grap. Dat wordt de hele tijd voorspeld door mensen die vonden dat we die deal niet moesten sluiten. Erdogan is tegen die deal. Erdogan heeft zelfs zijn premier erover ontslagen, Davutoglu. Erdogan heeft hem nog steeds niet gebroken. Hij heeft al 3 keer gedreigd en 3 keer niet doorgebeten. Hij bijt en hij blaft. En nu weer over Nederland. Soms is het raadzaam om dan even je mond te houden en het maar even te laten betijen. We moeten dat nooit doen ten koste van onze eigen normen. Dat hebben we dit weekend laten zien. We accepteren geen ministers die hier campagne komen voeren als we ze hebben aangeraden om weg te blijven. We accepteren al helemaal niet dat we worden voorgelogen door de Turkse consul. En als Turkije dan ook nog zich in waanzinnige uitlatingen laat zien. Schandalige uitlatingen over fascisme, nazisme. Ja, dan accepteren we dat ook niet. Dus we hebben laten zien waar de rode lijn voor Nederland ligt. Heel de wereld heeft dat kunnen zien, kunnen merken. En tegelijkertijd zijn we in staat om een Turkije-deal te doen. En ik vind dus ook dat om die reden Mark Rutte bewezen leiderschap heeft getoond. Want zowel met de Turkije-deal heeft hij bewezen dat hij afname van vluchtelingen kon bewerkstelligen. En hij werd erom uitgelachen. En nu bij de Turkije-crisis heeft hij laten zien over een rechte rug te beschikken. En in beide gevallen denk ik leiderschap. Prima, we hebben nog 2 andere punten en daar wil ik dergelijk mee afsluiten. U gaf ook vandaag aan de school, de S, 180 leerlingen. Daar had u ook wel een hele mooie opmerking over. Want de gemeenteraad die is daarmee bezig, maar u zegt van nou, daar moeten we zelf actie in voeren. Of u? Nou ja, kijk, de gemeenteraad gaat erover en die hebben een besluit genomen om te sluiten. En ik vind dat op zich opmerkelijk. Want wat hebben we nou juist gedaan? De coalitie, Sander Dekker, de staatssecretaris van Onderwijs, die hebben om de dreiging van sluitingen van plattelandsscholen en dan met name onder de 100 leerlingen af te wenden, hebben we het mogelijk gemaakt dat er ook fusies kunnen plaatsvinden tussen protestantse en katholieke schoolbesturen, om maar eens wat te noemen. Nou, dat is hier nu aan de hand. Markant en de katholieke stichting overwegen een fusie. Uit die fusie zou kunnen voortvloeien dat je een BRIN-nummer, maar ik zal het niet te technisch maken, dat je dus eigenlijk een school overeind kunt houden. Daar zou dan ook geld bij moeten.
Maar als je hem sluit, moet er waarschijnlijk geld bij de 5 locaties die maar liefst 180 leerlingen moeten gaan opvangen. Dus ik zou zeggen, kijk nou nog eens even goed. De regels worden ook veranderd. De regels rondom wat marktaandeel van scholen moet zijn. Dat klinkt een beetje raar, want het zijn allemaal geen marktaandelen. Maar het gaat er vooral om dat je fusies mogelijk maakt tussen besturen. Terwijl de identiteit van scholen overeind blijft. Niet te snel handelen hier. Hebben we in andere regio's gezien dat dat sluiting heeft kunnen voorkomen? Ik weet het niet. Gemeenteraad moet er zelf over gaan. Maar ik weet wel wat wij in Den Haag hebben mogelijk gemaakt. En dit hebben wij in Den Haag mogelijk gemaakt. En het heeft in de rest van Twente toegeleid dat kleine scholen open konden blijven. Een school van 180 leerlingen? Ik vind het nogal wat dat die gesloten moet worden. We gaan het afwachten. Het laatste punt, eigenlijk de infrastructuur. We hebben het vandaag ook even gezegd. U bent een regionaal Kamerlid, ook met Pieter Omtzigt. En u had een beetje de boel verzaakt. Ik niet. Met alle respect. Dat ben ik niet geweest. Ik heb juist het omgekeerde bewerkstelligd. We zijn in een tijd van bezuiniging. Dat moet iedereen zijn opgevangen. Ik bedoel, als je 52 miljard bezuinigt op een totale belastinginkomst van 270 miljard, dan is dat een fors bedrag. Dat merkt iedereen. Een van de voorbeelden is daarvan dat alle N-wegen zijn in de min gegaan. Behalve één N-weg. De N35, wat ik ooit het karrenspoor tussen Zwolle en Nijverdal-Wierden, tegenwoordig Almelo. Een stukje A35 hebben gerealiseerd. En die hebben we eruit weten te houden. En dat heb ik kunnen doen, omdat ik veel Fokkerstemmen had. Omdat ik daarmee op de tafel kon slaan. Ook letterlijk bij Rutte zelf heb gezegd, dit gaat niet gebeuren. Dit is jouw belofte in 2012. En ik ga het niet meemaken dat deze weg voor bezuiniging naar me komt. Dus ik heb niet verzaakt, ik heb geleverd. Prima, want we hadden net begrepen dat 15 Kamerleden in het westen van het land zitten. U en ook de heer Omtzigt eigenlijk hier in het Overijsselse. Dus dan moet het toch wat meer mensen in de politiek gaan komen uit het Tukkerse land. Ja, maar daar kan ik niks aan doen. Ik verzaak niet als er geen andere mensen op de lijst staan. Sterker nog, mensen kunnen ervoor zorgen door een Fokkerstem op mij of op Pieter of op Sharon of Frank Vitselaar uit te brengen. Dat je ons in de gelegenheid stelt om dat te doen wat ik nu met de N35 heb gedaan. Fokkerstemmen helpen ook echt. Ik kan niet anders zeggen dan dat herhalen. En als u overweegt om een stem op de VVD uit te brengen, overweeg dan eens een stem uit te brengen op de nummer 9, Hand in Broeken. Die komt uit de buurt en die zorgt er ook voor dat hij die stemmen inzet, zoals ik met de N35 bewezen heb. Maar ook de verdieping van het Twentekanaal, waardoor we misschien een deel van de goederentreinen hier op het water kunnen zetten. Althans het goederenvervoer naar het water kunnen maken. Maar ook zoiets als een voorziening. Het openhouden van Rijksmuseum Twente bijvoorbeeld. Daar heb ik een cruciale rol in kunnen vervullen. Ik ben daar trots op. En dat kon ik doen omdat ik gewoon veel Fokkerstemmen had. Zo belangrijk is dat. Dank voor het gesprek en morgen heel veel succes met de Tweede Kamerverkiezing. Ik dank u voor het gesprek. Ik wens de mensen thuis hier in Borne heel veel wijsheid morgen. En nogmaals, stem op een regionale kandidaat. En als het even kan, de nummer 9 van de VVD. Dank u wel. Bedankt.